Deze keer zijn we op de werf Den Breen in Hardingsveld met de v Meege. Welkom bij Harry de Ferryman, ik ben Harry. En we gaan eens kijken hoe ze zo'n pont omhoog en omlaag krijgen in een droogdok. Hij ligt momenteel omhoog, maar hij moest nog iets verlegd worden, iets naar achteren. heeft te maken met spanten en roelpropellers, posities die er zitten. En nu laten ze hem even zakken. En dan kunnen ze met vier lieren die op de, op de hoeken van het ponton staan en op de hoeken van de pont vast zijn gemaakt, kunnen ze hem verleggen. Op zich gaat het allemaal super snel. Want nu het zakken, dat duurt ongeveer een minuutje of twee en een half. Zo snel kunnen ze hem weer te water leggen. Dan gaan we hem verleggen. En dan laten we zien het omhoog gaan. En dat duurt iets langer. Ik heb al eens vaker een filmpje gemaakt. dat we op een helling lagen met een pond. En ja, dan ben je gewoon een half uur bezig. om alleen al van de helling af te komen. Dus als die pond dan eh, verblokt moet worden. want de onderkant wordt geschilderd. Hij liggen op bepaalde punten ligt op balken. Nou ja, om alles te kunnen schilderen. moet je hem een keer verleggen. En dat duurt gewoon super lang. En met zijn droogdok net als hier bij de breien. Een kwartiertje heb je hem verlegd. Dus op zich is dat wel een heel mooi systeem. Ja, je kunt zien hoe snel dat hij naar beneden gaat. Hè. Op een gegeven moment dat werkt op lucht. Laat ze de lucht weglopen. Ja, en dan zinkt hij gewoon. Hè. Ponton. En nu lig je met de voorkant weer in het water. En dan laten ze de andere kant. Hij gaat niet helemaal in één stuk omhoog en omlaag. Het is altijd een beetje ja, schommelen. Het pontje weegt 135 ton. Nou, daar even. Zo'n droogdok helemaal geen moeite mee, want normaal varen hier binnenvaartschepen binnen met de achterkant naar binnen. Het is uh, ook een schroevendok noemen ze het. En dat is alleen uh, de achterkant van het schip uit het water om aan de schroef en de schroevas te kunnen werken. Maar omdat wij zo klein zijn, passen we er helemaal in. Alleen de breedte, daar ging maar net. De ruimte ertussen is 14 meter. En uh, we hebben aan iedere kant ongeveer... Nou, wat ik nu gezien heb, centimeter of 20, 30 over. En dan valt niet mee om erin te varen. Ik heb hem s ochtends ingevaren en het waaide behoorlijk. Ja, dan moet je gewoon rustig blijven. Nu, hebben we hebben hem iets verlegd. En nu gaat hij weer omhoog. Het verleggen heb ik niet gefilmd, was camera vergeten. Die heb ik eventjes snel met de telefoon gedaan. Alleen met verleggen moest ik er even bij zijn. Dus dan kun je niet filmen, want ik had ook geen statief bij je. Anders kun je nog altijd zeggen: van ik zet hem ergens neer. En nou, nou lig je goed. En dan gaat hij uit het water. Ik, ik zal proberen er wat meer filmpjes van te maken. Hij is vorige week vrijdag naar de werf gegaan. En hij is maandag, de, de filmpjes op maandag gemaakt. Hebben we hem in dock gevaren. En is hij eruit. Nu zijn ze al bezig. Onderkant is schoon. Uh, Roeppropellers hebben al een beurt gehad. Ja, er gebeurt enorm veel hier op zo'n werf en we verwachten dat die er vier weken ligt. Want de hele pond wordt geschilderd en dat is toch wel het meeste werk. Dus hij wordt echt helemaal geschilderd, van binnen en van buiten. En we hebben nog een paar kleine aanpassingen die we eraan willen doen. Dus zo komt er een, een erker op de stuurhut, uh, dat was gevraagd. Nou, dat doen we, hopelijk dat ze er goed mee omgaan, dat dus ze niet koud maken binnen. Anders worden ze mooi ziek. Uh, het petje van de stuuruit wordt weer verlengd. Dat hebben we bij al die andere veerponten ook gedaan. Dat is wel lekker als het daar regent, regent. het niet binnen. En hier kun je zien hoe snel dat je weer omhoog komt. En je moet je voorstellen: in die bak er staat enorm veel water. Daar moet ook ergens naartoe. Dus dat is toch allemaal wel een geweld. Uh, omhoog en omlaag gaan gaat, dus op lucht. Dan kun je je voorstellen. Dan moeten ze een flinke compressor hebben. Wil je daarvoor mekaar krijgen? Die hebben ze ook. Ze hebben ook uh, flinke luchtketels liggen, zijn echt groot. En dat doen ze daarmee. Uh, ik er een beetje uit begreep. Ze doen uh, per jaar ongeveer 50 schroefwassen. Dus daar is ongeveer iedere week ligt er een ander schip in en er wordt schroef en schroevas gedaan en dan de reparaties die nog tussendoor komen. Ja, ik wou het jullie even laten zien. Ik zeg, ik vat mijn telefoon maar om, om te filmen, zodat jullie een, een indruk krijgen hoe het daar ongeveer gaat. Hier kun je kunt zien hoe snel het water wegstroomt. Ja. Het is leuk om te doen. Ik probeer jullie op de hoogte te houden. Hij is alweer bijna het water uit. Hè? Nou, heeft de pond niet zo verschrikkelijk grote diepgang. Dus hoeven we hoeven hem ook niet zo ver te laten zinken. Maar dan toch. Leuk bezig. Uh, aanstaande maandag ga ik terug. Moet ik zelf wat dingetjes doen. Uh, gaat Adok mee. En dan uh, probeer ik wat te filmen, zodat jullie weer een indruk krijgen hoe het allemaal te werk gaat op z'n werf. En uh, dit is alweer weer het einde. Kort filmpje. Bedankt voor het kijken. En ik ga afsluiten zoals ik altijd doe. En des zoals we in Brabant zeggen. How do?